Ik ben de onbevlekte ontvangenis. Een beetje catechese. Wat is dit juist, de onbevlekte ontvangenis? Van alle eeuwigheid heeft God Maria uitverkozen om de moeder te worden van zijn zoon. Om deze zending te vervullen, was Maria vanaf haar verwekking vrij van zonde. Door de genade van God en met het oog op verdiensten van Christus. Op de vraag van Bernadette antwoordt de dame in het wit: Ik ben de onbevlekte ontvangenis. Dit dogma van Paus Pius IX werd verklaard op 8 december 1854. Maria zegt dit van haarzelf via de heilige Bernadette. Wat betekent dit dan voor ons? Dit dogma kende een lang groeiproces, waarin de wortels liggen in het Oude Testament en vooral in de eeuwenlange beleving van de volkse vroomheid. Paus Pius IX zegt: God hield van Maria meer dan van al zijn schepselen, en dit op een bijzondere manier. Daarom kroonde hij haar boven alle engelen en hemelse genaden en maakte haar volledig vrij van zonden en gaf haar de volheid van onschuld en heiligheid. Lezend in het evangelie van Lucas ben ik mij bewust geworden dat daar het belangrijkste staat. Ik groet u, vol van genade, de Heer is met u. En wees verheugd, Maria, want gij hebt de genade gevonden bij God. Maria, die verloofd was met een man uit het huis van David, Jozef genaamd, was reeds van voor haar geboorte bestemd om Jezus, de redder van de wereld, te dragen in haar schoot. De evangelisten Marcus en Johannes zeggen ons niets over het moederschap van Maria. Matthäus en Lucas zijn de enigen en ze doen dit elk op hun eigen manier. Bij Matthäus verschijnt de engel van de Heer in een droom aan Jozef. En bij Lucas komt de engel van God naar Maria zelf. Vrij van alle kwaad is Maria helemaal, vanaf het eerste moment van haar bestaan, beschikbaar voor God. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Zo gaat Maria ook naar haar nicht Elisabeth, die in haar ouderdom ook een zoon verwacht, Johannes de Doper. Hoe reageert Jozef op dit alles? De evangelist Matthäus zegt het treffend. Hij wordt een rechtvaardige genoemd. Vanuit dit rechtvaardigheidsgevoel dacht hij erover om in de stilte van Maria te scheiden, als zij vernam dat ze een kind verwachten, voor ze gingen samenwonen. Hij wou haar beschermen. Maar toen verscheen hem een engel die zei: Jozef, zoon van David, vrees niet Maria uw vrouw tot u te nemen. Het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Ze zal een zoon ter wereld brengen en je moet hem de naam Jezus geven. Hij zal zijn volk redden uit hun zonden. Zonder veel te begrijpen heeft Jozef geloof gehecht aan het plan van God, zonder een woord te zeggen. Na de geboorte van het kind wordt Jozef de wettelijke vader. Om het kind en zijn moeder te beschermen tegen Herodes, vlucht hij met hen naar Egypte en keert daarna terug naar Nazareth. Nergens in het evangelie horen we Jozef iets zeggen. Hij toont ons vooral de weg van de luisterbereidheid en gehoorzaamheid aan Gods woord. Sint Jozef is de vader die God gekozen heeft voor zijn zoon. Hij brengt ons tot bij Jezus en Maria. Zijn eenvoud en gehoorzaamheid zijn zo typisch. Zijn wij, naar zijn voorbeeld ook, bereid om ons leven te laten leiden door God? Zelfs al dacht hij in stilte van Maria te scheiden omdat ze zwanger was,
liet hij zich toch leiden door God en kon zijn eigen wil aan de kant zetten en vertrouwen op Gods voorzienigheid. En wij, welke plaats laten we aan de goddelijke voorzienigheid in ons leven? Met Jezus en Maria is Jozef in het hart van de heilige familie. Hij is bezield met een groot geduld. Hij doet wat er moet gedaan worden. Net zoals hij op weg gaat voor de volkstelling en in Bethlehem een onderdak moet vinden als Maria zal gaan baren. Jozef, net zoals hij, vlucht hij naar Egypte om te ontsnappen naar Herodes. Jozef neemt ten volle zijn verantwoordelijkheid op als vader en echtgenoot. Proberen wij ook te leven zoals hij, zoals de heilige familie? Hoe gaan we om met onze man, vrouw, kinderen, ouders? Hoe beleven we ons gezin als de kleine kerk? De laatste keer dat Jozef in het evangelie voorkomt, is bij het terugvinden van Jezus in de tempel. Maria zegt er: mijn kind, wat heb jij ons toch aangedaan? Je vader en ikzelf hebben zo naar jou gezocht. Maar Jezus antwoordde: waarom zochten jullie mij? Wisten jullie niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat die woorden wilden zeggen. Wat moet dit een moment van angst geweest zijn voor Maria en Jozef? Waar was hun kind? En dan het antwoord van Jezus. Ze konden het niet begrijpen. En wij, aanvaarden we ook dat we niet alles begrijpen van Gods plan in ons leven?